We staan hier aan de Rijn in Köln bij mijn jaarlijkse date met Electronic Arts. En dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat ik FIFA 12 voor het eerst mag gaan spelen. En dat ga ik niet alleen doen. Er is namelijk sinds kort nog een Game King bijgekomen die ook daadwerkelijk verstand heeft van voetbal. Behalve dan dat hij voor Ajax is. En dat is Johnny Heitinga van het Nederlands elftal. Hij gaat met mij de game testen. FIFA 11 was fantastisch. Wat wordt FIFA 12? Nog fantastischer. Nou, voordat ik binnen samen met Simon FIFA 12 ga uitproberen, wil ik een beetje de insteek van deze sessie aan jullie duidelijk maken. Want ik ben een beetje bang. FIFA 11 was voor mij gewoon echt niet de perfecte voetbalgame, maar wel de beste voetbalgame die ik echt sinds jaren heb gespeeld. De reden, het was gewoon, het was passing voetbal. En ik hou meer van passing voetbal dan van dribbling voetbal. Als ik van dribbelen hou, dan had ik wel PES gekozen. Maar ik wil gewoon het voetbal spelen zoals dat eigenlijk in de Champions League of de Spaanse of de Engelse competitie ook wordt gezien. Het inspelen van de man, de kaart zoeken, vrij spelen, incidenteel een dribbel erbij om voorbij een mannetje te komen, voorzetten. Dat zat allemaal gewoon echt behoorlijk goed in FIFA 11 verwerkt. En wat ze aangegeven hebben in het voortraject is dat er een nieuwe engine was. En wat gebeurt er vaak bij een nieuwe engine? De motor van een game. Dan kan soms een hele game totaal veranderen. En als er nou iets is wat ik niet wil, is dat EA FIFA helemaal weer opnieuw gaat opbouwen of helemaal gaat veranderen. Waardoor er dus weer allerlei kinderziektes in zitten die er nou juist uit waren. Ik weet niet of het zo is. Ik bedoel, er zijn wat filmpjes al op internet waarbij ik toch het idee had dat het gewoon meer tweaken was en fine-tunen. Ik hoop echt dat het dat zo is. Ik bedoel, er valt genoeg op aan te merken. Ik had jullie ook op Twitter gevraagd of jullie wilden aangeven wat jullie verbeterd zouden willen zien. Nou, dat waren precies die dingen die ik ook verbeterd wilde zien. Iets meer mogelijkheden om kort te kunnen dribbelen. De balans in de game moet beter, zodat je niet alleen met Chelsea hoeft te spelen, omdat de fysiek gewoon veel te goed is. Keepers die gewoon wat beter worden. Hoekschoppen die wat makkelijker waren. Allemaal meer tweakdingen. Dus niet grove veranderingen, maar gewoon fine-tunen van een game die eigenlijk gewoon heel erg goed was. Ik ga als een bange JJ naar binnen en ik hoop straks naar buiten te komen als een hele vrolijke en vooral opgeluchte JJ. Nou, daar zitten we dan. We hebben ongeveer 3 uur lang Arsenal-Chelsea-Chelsea-Arsenal kunnen spelen. Want dat zijn de enige 2 teams die erin zitten. In de pre-alpha build. Dat betekent dus dat er nog heel veel fouten in zitten en dat alles nog veel beter gaat worden. En we zitten hier toch wel een beetje als een soort geslagen honden. Niet zozeer omdat FIFA 12 kut is, maar FIFA 12 is FIFA 11, maar dan anders. Compleet anders. Ik vond het, weet je wat ik het ding vond? Je kon vroeger bij toen PES zeg maar nog koning was, had je altijd was er een nieuw deel. En in het begin was het, dan begon je te spelen, denk je van, nou wat is dit voor kutspel, joh. En dan ging je een maand spelen en dan werd hij hoe langer hoe beter, tot hij uiteindelijk een stuk beter was dan zijn voorganger. En dat is altijd een goed teken geweest. En als dat een teken aan de wand is, dan wordt deze FIFA 12 fantastisch. Want het was net op heel veel momenten heel knullig van ons. Ja, nee, nou ja, wat ik al zeg, er zaten natuurlijk wel de nodige foutjes in, maar het is echt pre-alpha. Het zijn ook allemaal dingen waarvan ik zeker weet dat ze eruit halen. Oké, laten we even kijken. Wat is er veranderd aan FIFA 12? Ze hebben meteen al aangekondigd, we hebben een nieuwe engine. Wij dachten, oké, dan ziet het er grafisch anders uit en alles is anders. Dat is niet zo. Het ziet er gewoon exact hetzelfde uit als FIFA 11. Niet mooier, niet slechter, gewoon hetzelfde. Alleen, ze hebben een physics engine gemaakt die de aanraking van de speler, dus het contactmoment tussen de spelers, veel meer impact gaat geven. Waar je bij FIFA 11 nogal wel eens van de rare stotters kreeg waar mensen door elkaar vielen, meet het nu exact. Een lichte aanraking is een heel klein, dan dat je net eventjes zo bij de bal wegstaat. Een zware tackle, het ziet er gruwelijk uit. Je vliegt door de lucht heen. Dat is visueel heel leuk, maar het heeft ook nog wel impact op het spelen. Ja, je merkte sowieso dat wat jij al zegt, bij een klein duwtje zeg maar, dan word je eventjes een andere kant op geduwd, maar je blijft gewoon netjes aan de bal. Dus je kunt heel veel meer lopen eigenlijk. Ik vond dat het grootste probleem aan FIFA 11, dat je zo lullig struikelt als je een klein tikje geeft. Dat is eruit. En je hebt natuurlijk nu ook de slidings. Gaan we het al over de slidings hebben? Ja, nee, de slidings komen eraan. FIFA 11 vond ik heel vet omdat het een passing game is. Daar was ik eigenlijk heel goed in. Dat is inspelen op bijvoorbeeld een Drogba, kaats maken en dan was die weg. En als Drogba de bal had, dan kreeg je hem er ook gewoon niet meer af. Nu
echt serieus, als je een klein tikje bent, ben je gewoon even een klein beetje de controle over de bal kwijt. Waardoor dat tiki-taki, wat FIFA heel erg had in deel 11, dat is nu een stuk minder geworden. Je zag het, Simon had er problemen mee, ik had er problemen mee, Absalom was hier ook. Dat is een van de topspelers van Nederland, die verloor bijna van een journalist. Ook hij had er problemen mee. En slidings, wat bij FIFA 11 of een rode kaart of kansloos was, dat is nu opeens een stuk effectiever, want jij bent echt de koning van de sliding. Ja, nou, ik weet je, het was een jaar of 5 terug in voetbalgames, waar de sliding, daar won je gewoon wedstrijden mee. Ja. En dit keer, ze gaan hard, ze gaan snel. De scheids is natuurlijk in deze versie, dat merkten we heel duidelijk, is nog absoluut niet optimaal. Nee. Maar je kunt echt fantastisch voor een bal sliden, of als je langs iemand komt, net zo dat er langs en dan dat tikje, zeg maar, zo'n Emmanuelsson sliding, dat tikje zo, dat je controle over de bal neemt, die andere speler en door, je staat op en je rent er vandoor met de bal. Ja. Dus ik heb veel meer slidingen gemaakt dan ik in FIFA 11 durfde of wilde doen. Omdat ze gewoon super, super effectief zijn. Wat wel weer tot gevolg heeft dat aanvallen heel vaak mislopen. Dus we hebben heel weinig goede aanvallen gehad eigenlijk. Nee, het aanvallen is echt waar je bij FIFA 11 heel ver kon komen als je heel goed kon passen. Zal je nu toch echt ook een dribbel, een skill, een passeerbeweging moeten gaan hebben om voorbij een verdediger te komen. Wat ook heel tof is, is dat wij... waar je bij FIFA 11 toch nog wel heel veel had van dat er bepaalde aanvallen waren, tik-tak, dat automatisch zat hij erin. Voorzetten, zie je nu ook dat bijvoorbeeld een keeper, die hem altijd had bij een hoge voorzet, nu bij een licht tikje van een tegenstander, dus de bal laat grabbelen of toch maar wegstomt. We hebben echt wat klutsballen gezien in de 16. We hebben Drogba ballen zien missen die hij in FIFA 11 blind erin schoot voor het open doel. Dus de onvoorspelbaarheid, het realisme zit er heel tof in. Het gevolg ook van de physics engine is dat blessures nu zeer realistisch zijn. In de zin van de aanraking, waar je hem aanraakt en hoe hard. Daar rekent de engine eigenlijk vanuit wat voor blessure erbij zit. En ja, je kan jezelf ook blesseren. Dat is eigenlijk alleen maar een vermoeidheidsblessure, net zoals in het echt. Wat ik dus had, ik stond 0-0, laatste minuut van de verlenging en één speler van Chelsea liep op het doel af. Ik speelde de keeper omheen en dan knapte zijn hamstring. Daar werd ik wel goed gek van. Ja, ik dacht meteen dat je daarover ging beginnen. Het was inderdaad gewoon 120e minuut, laatste seconde. Iedereen en alles was JJ voorbij. Er was geen verdediging meer. De Tsjech die rende achter de aanvallen van JJ aan. En ineens stopt het spel, krijgen we een scheidsrechterbal. Omdat meneer zijn hamstring had een hamstringblessure opliep of zo. Dus je zal nu toch ook beter moeten gaan kijken. Hoe moe zijn je mannetjes? Dus je zal wat zuiniger met je mensen moeten omgaan. Ik denk dat het in het begin misschien wen is. Ik denk dat ook veel mensen er misschien een beetje pissig over zijn. Maar het is ook gewoon spelinzicht. Je moet gewoon goed met je spelers omgaan. Je kan niet iemand laten staan die helemaal in het rood is. Want dan trekt hij in het echt ook zijn hamstrings aan gort. Dat is allemaal heel tof. Eén ding wat de game echt heel erg verandert is het verdedigen. Waar je vroeger met de blauwe knop, het kruisje, noem ik het dan maar even, een tweede speler erbij haalt om druk te zetten. Dat was tof, maar hij kwam er als een mogol op af. Was je er voorbij, dan zat hij in het achterland en was jij voorbij. Dat is nu niet meer zo. Je dekt nu als het ware in de zone. Oftewel, je mannetje loopt mee en je kan met je linkerpookje een beetje de ruimte ertussen bepalen en je moet nu zelf uitmikken wanneer je instapt. Ja, je hebt twee dingen. Contain noemen zij het. Inderdaad, het is gewoon zoneverdediging. Als iemand bijvoorbeeld aan de rechterkant opkomt en je wilt niet dat hij naar binnen komt, maar je wil hem echt naar de buitenkant drukken, dan zorg je gewoon dat jij een beetje aan die binnenkant blijft lopen. Op het moment dat jij die knop hebt ingedrukt, kun je ook niet, hoef je niks meer te doen met een pookje, dan ren je automatisch, blijf jij een meter of 2, 3, net wat je zelf wil, voor de bal. En uiteindelijk, hoe dichter de aanvaller bij de 16 komt, hoe dichter jij als verdediger op die bal gaat zitten. En op het moment dat jij denkt van nu pak ik hem, kun je met in dit geval vierkantje of rondje bij mijn instellingen, kun je of instappen of de sliding maken. Maar de sliding in dat geval is natuurlijk nooit zo'n handig idee als je gewoon met iemand mee rent. Alleen dat instappen is wel, want op het moment dat je dat verkeerd doet, zeg maar, dan, dan gaat het gruwelijk mis. Is het ook gruwelijk, dan gaat het ook gruwelijk mis inderdaad. Maar doordat je nu dus ruimte tussen de speler laat en de aanvallen, kan je die sliding ook beter timen. Dat is waarschijnlijk waardoor jij zoveel sliding. Bij de vorige FIFA zat je meteen bovenop de man. Ja. Maakte hij een sliding, dan haalde je meteen omver. Iedereen had er moeite mee in het begin. Het is echt iets wat in het begin waarvan je denkt, kut. Maar dit is echt iets, dit is een skill ding. Dit is oefening, zal op een gegeven moment kunstbaren. Het is minder voorspelbaar geworden, FIFA. Het wordt moeilijker, het wordt wat dieper.
En dat betekent gewoon dat iedereen weer opnieuw zal moeten gaan leren voetballen. Ja, dat hele container is zo'n zware impact maakt. Dat gaat echt de mannen van de jongens onderscheiden. Want je hebt qua aanval natuurlijk een hele hoop veranderingen. Omdat de dribbel, wat ze liet ze ook zien, de dribbel is wat soepeler. Je kunt er wat meer mee. Ja, dus je kan de bal zeg maar korter. Een beetje zoals Xavi of Iniesta bij heel kort wegdraaien. Waardoor hopelijk teams als Barcelona en Arsenal wat beter worden tegenover Chelsea. Want ik denk dat we allebei toch wel het idee hebben, met name door die fysiek, dat het zo belangrijk is dat Chelsea toch wel weer het team to beat wordt, of Real Madrid. Ja, maar je merkt al tegen Arsenal, want dat waren dus de enige twee teams inderdaad, wat je al zei, die waarmee gespeeld kan worden. Maar je merkte al wel dat Arsenal wel daar iets tegenin te brengen had. En dat zie je, dat is veel meer nu dan dat het in 2011 al was. Ja. Wat mij ook opviel was de snelheid. Niet zozeer het sprinten, maar bij een passeerbeweging, je hebt nu wat meer mogelijkheden, maar ook dat tikje naar voren, wat je bij FIFA 11 ook, waardoor je een klein sprintje maakte, dat is nu behoorlijk heftig. Je kan echt in één keer weg zijn. Ja, ik heb heel vaak aan de zijkant dat ik dat tikje gebruik als je vanaf een counter inzet en je bent rond de middenlijn, dat ik denk van nou, even vaart maken. Nou, voor hetzelfde geld ziet je die bal gewoon 20 meter voor je uit als je niet oppast. Dat is echt, er zijn heel veel subtiele tikjes die we vandaag hebben gezien en heel veel echt extreem eroverheen tikjes, om het zo maar even te noemen. En ik heb nog heel weinig daartussenin gezien. Ik denk dat oefening is, hoor. Maar... Ja, en ik denk dat er nog wel het nodige getweakt, want we hebben wel aparte dingen gezien, ook wat heel tof is. Er zitten van die hele kleine dingetjes bij waardoor FIFA 12 net weer wat meer naar realisme opschuift. Bijvoorbeeld real-time ingooien, oftewel de bal is uit en je kan hem nu eigenlijk oprapen en meteen weggooien. Dat zijn van die kleine dingen die het spel toffer maken. De keeper die nu wel echt wel duidelijk wat beter in zijn vel zit. Ook met uitkomen en zo, is allemaal niet zo extreem meer. Een hoop tweaken, er moet nog een hoop gebeuren. Als het goed zijn, zo rond juli gaan we nog een keer een nieuwe beeld zien van de game. Grafisch weinig veranderingen. De menu wordt een beetje aangepast. Ja, menu's hebben wat slikken. De balkjes zitten nu aan de onderkant. Dat soort dingetjes. Je hebt foto's van de spelers in plaats van die virtuele hoofdjes. En ja, wat je al zegt, grafisch is hetzelfde. Animaties zijn wel een stuk mooier en overtuigender vanwege die nieuwe physics engine. Ja, het zit nu allemaal zeg maar in één beweging aan elkaar. Het is niet zo tik-tik dat je echt zag dat het drie bewegingen waren. Het is nu wel. Het ziet er behoorlijk indrukwekkend uit. Ik denk dat ze hier ook echt best wel weer een tikje mee geven. Concluderend. FIFA 12 is FIFA 11, maar dan ook weer niet. En als je het oppakt, is het niet zo dat je een totaal nieuwe game moet spelen. Maar het is wel, er zitten wel weer een aantal nieuwe uitdagingen in. En heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Ik denk sowieso dat niemand hem op gaat pakken. Of niemand die hem oppakt in zijn eerste wedstrijd zoiets gaat hebben van, oh, wat loopt dit ontzettend lekker. Het is gewoon compleet anders. En ik heb gewoon heel veel zin, omdat ik denk dat de eerste weken is het zo tof om alles weer te ontdekken. Die hele feeling te krijgen. Want we zagen dingen die goed liepen. En als het goed liep, was het echt, dan zaten er aanvallen tussen die fantastisch waren. En dat, ik heb vooral zin in die eerste week om echt in gewoon een bijna nieuwe voetbalgame te duiken. Waar we de basis al van kennen. En gewoon daar weer beter in te worden en weer opnieuw FIFA leren spelen. Ja, dat is heel tof. Ik denk inderdaad dat het allemaal wat realistischer, wat dieper, wat moeilijker is geworden, waardoor je eigenlijk er meer tijd in kan steken om er beter van te worden. En dat is eigenlijk precies wat ik van een goede voetbalgame wil. Ik wil hem masteren. Ja.